Allemaal, welkom bij mijn wizard. En vandaag dacht ik, waarom geen wand collection gaan doen? Ik heb natuurlijk weer vijf nieuwe wands en zo erbij gekregen. Dus waarom ook niet? Laten we gewoon een wand collection gaan doen. Dus ik heb de wands bij elkaar gepakt. Ik heb ze hier een beetje op een rij gelegd. Het zijn 10 wands in totaal. Nog niet heel veel is dat natuurlijk, want er zijn veel meer wands. En ik wil ze allemaal gaan kopen. Dus dat komt natuurlijk ook zo snel mogelijk. Maar ja, ik ga er een beetje doorheen en dan ga ik jullie uiteindelijk laten weten wat mijn favoriete mod eigenlijk is. Dus ik ga even zitten. En dan zal ik hier nu beginnen. We hebben hier als eerste de wand van Lord Voldemort. Dit was een van mijn favoriete wands. Het is heel licht, het is een gave wand. Maar hij gaat ook niet recht ofzo, hij gaat niet recht. Ik weet niet of dat moet wel of niet. Maar hij gaat een beetje schuin. Ik weet niet of jullie dat zien zo. Maar hij gaat een beetje schuin. En dat is niet de bedoeling. De rest heeft hij wel. Is hij gewoon een mooie wand. Het is comfortabel. Ligt het in de hand en zo. Het is gewoon heel licht. En het is gewoon. Ja, het is een van mijn favorieten. Dat zeker. Dus dat is die van Lord Voldemort. De volgende is de Elder Wand. Nou, de Elder Wand is een ander verhaal. Het ziet er gaaf uit. Het is een gave wand. Het is de langste wand die er is, als het goed is. Ik vind het een gave wand, maar het is niet mijn favoriet, dat niet. Ik weet niet, ik vind hem niet echt, ja, ik vind hem niet, ja, ik ben er niet heel erg gek op. Ja, want ik kan hier niet echt zo hard mee slingen, want ik denk dat ik hem dan breek. Want het is hier echt heel erg dun, dit, hier zo. Ja, het is een hele dunne wand ook, dus dat is ook wel weer jammer. Ik heb hem al veel jaar. Ik heb hem volgens mij iets van 3, nou misschien 4, 5 jaar misschien al. De volgende is natuurlijk van de hoofdpersoon van de film Harry Potter. Harry Potter zijn eigen wand. Ik ben een fan van deze. Het is een kleine wand. Het is een lichte wand. Het ligt comfortabel in de hand. En het is gewoon makkelijk om mee rond te slingeren. Ik ben niet bang om elkaar zo ermee te wippen. Net zoals dat ik bij de Elder Wand ben. En dan ben ik ook niet bij Lord Voldemort. Ik vind Lord Voldemort ook heel erg fijn om mee rond te zwiepen en zwaaien. Alles, het maakt niet uit. Ik vind het gewoon een fijne wand. Het is wel een van mijn favorieten. Ik vind hem wel heel fijn. Het is niet echt mijn allerfijnste wand, vind ik. Maar het is wel een van. Dus dat is die. Eventjes. Een beetje indeuken. De volgende is de Bellatrix Lestrange. Haar wand. Haar wand is natuurlijk helemaal krom. Ik vind het een hele fijne wand. Het is een lange wand. Hij is cool. Ook al vind ik dit dan een beetje lelijk zo wat hier zit. Toch is het wel een hele gave wand. Het is niet mijn favoriete. Maar het is wel een chille wand. Het is wel een van mijn favorieten. Dat wel. Volgens mij zijn ze wel allemaal een beetje mijn favorieten. Alleen die van de Elder Wand dan niet. Voor de rest is het wel een hele fijne wand. Dus ja. En dit is natuurlijk ook die set waar die mee kwam. Met de masker. Ik ben best wel van plan om niet snel. Best wel snel. De volgende wand. De tweede wand van Bellatrix. Want natuurlijk in part 1. Deze wand wordt afgepakt door Dobby en zo. En deze wand wordt dan van Hermeline. Want haar wand is ook kwijtgeraakt toen Harry het zwaard van Godric Gryffindor vond in het water. Dus ja, daardoor had zij geen wand meer. En toen hebben ze dus deze. Nu hebben ze deze dus. De volgende wand is Venray Greyback. Nou, dit is een heel gemeen verhaal. Je ziet dit. Dit is plakband. Hij is kapot gegaan, jongens. Dit was de eerste wand die kapot is gegaan van mij. Ik vind het zelf een hele chille wand namelijk. Maar ik ging er een beetje zo mee rondzwaaien. En toen deed ik gewoon serieus. Ik was er een beetje mee aan het rondzwaaien. Met al die nieuwe wands deed ik dat. En toen legde ik hem serieus. Ik legde hem zo neer. Ik legde hem gewoon een beetje. Ik liet hem een beetje zo stuiteren. En dit ding brak gewoon meteen af. Like for real. Ik zat meteen helemaal voor God te schelden gewoon, hè. Maar ik heb net zoals Ron in de tweede film, heb ik er plakband omheen gedaan. En ik, ja, ik wist ook, ik ga het niet bij elkaar lijmen, weet je. Want dan heb je juist grotere kans dat het weer gaat breken.
dan dat ik het gewoon zo doe. Het ziet er natuurlijk niet echt heel mooi uit of zo, maar ik heb geen andere keuze. Ik ga geen nieuwe kopen. En ik ga ook niet zeiken bij... bij de movie store ga ik ook niet erover zeiken. Want het is niet hun schuld. Het is mijn schuld. Dus ja. Ik vind het zelf wel een hele chille wand. Het is natuurlijk wel een hele simpele wand. Maar ik vind het een fijne wand. Ik vind het op zich wel een fijne wand. Ik ben niet zo'n... Ik vind het gewoon een chille wand. Het is niet... Ja, het is een beetje van die rode kleurtjes en bruin rood. Heel donkerrood kleur met zwart en bruinachtige kleurtjes. En dat vind ik best wel fijn. Dus ja. De volgende is de dikste wand volgens mij die de Noble Collection had gemaakt voor wands. En dat is de Alistair Mad-Eye Moodyson wand. Dit is wel zijn tweede wand. Hij had in deel 4 had hij een andere wand. In deel 5 had hij weer een andere. Had hij daarna pas weer een nieuwe wand. Ook al hebben we deze wand eigenlijk nooit in screen, echt op screen gezien. Die andere wand wel, bij Goblet of Fire, op de vuurbeker voor jullie Nederlanders, had hij een hele andere wand. Het was wel een beetje dezelfde wand, maar het is niet dus precies dezelfde wand. Deze komt uit een andere, uit de Orde van de Phoenix, denk ik. Voor de rest is het een hele dikke wand. Het is ook niet echt de lichtste wand. Sorry dat ik de camera helemaal op weg doe. Ik zat even te focussen op de wand. Maar het is een dikke en zware wand. Deze bobbe aan de achterkant heeft allemaal van die schors dingetjes, van die ribbeltjes ertussen. En het is, ik vind het een chille wand. Het is niet, het is best wel een grote wand op zich ook. Hij is niet groter dan die van de Elderman natuurlijk, dat niet. Maar het is wel een grote. Ik vind hem op zich wel chill. Ik vind hem best fijn. Ik had eigenlijk verwacht dat ik deze eerder zou breken dan dat ik die van Fenrir Greyback zou doen. Als je niet weet wie Fenrir Greyback trouwens is, zoek het maar gewoon op Google, dan vind je hem vanzelf. En dan zal je hem vanzelf wel herkennen. Herken je hem dan nog niet? Kijk de films gewoon, jongen, serieus. En let een beetje op de details. dus ja, dat is Alistair Mad-Eye Moodyson wand. De volgende is de kleinste wand die ik tot nu toe heb. Dat is Professor Severus Snape's wand. Nou, deze wand ben ik niet heel erg gek op. Het is een hele kleine wand, dat maakt me voor de rest niet uit. Maar het is een... Ja, ik vind hem niet heel erg mooi. Het heeft voor de rest een en al zwarte kleur is het. Het heeft alleen hier een beetje detail en meer is het niet. Tuurlijk, Fenrir Greyback is ook zo'n simpele wand. Maar die heeft nog een beetje gave kleuren er doorheen zitten. Deze is gewoon een en al zwart. Ik vind hem een beetje saai. Ik vind dit echt heel erg saai, deze wand. Maar voor de rest is het op zich wel een coole wand. Maar het is zeker niet een van mijn favorieten. Dat niet. Wauw, deze video wordt al lang. Ik praat veel te lang over de wand eigenlijk. De volgende is de Death Eater Snake Wand. Ik ben best wel fan van deze wand. Het is voor de rest niet echt van een character, maar het is gewoon een Death Eater Wand. Het is een korte wand. Best wel licht. En ik vind hem heel erg gaaf met die snakehoofd en alles. Met slangenhoofd en die doodkop hier zo. En het is gewoon een hele gave wand. Hij gaat een beetje krom hier zo, maar dat maakt voor de rest niet uit. Ik denk dat dat gewoon bij het design hoort. En je ziet gewoon heel die slangenhuid zo doorheen gaan. Ik vind hem heel gaaf. Ik hoor dat eigenlijk niet te zeggen over een Death Eater wand, maar oké. De volgende is Sirius Black's wand. Nou, deze wand is echt het topste, vind ik tot nu toe. Het heeft een comfortabele handle. Het is een beetje, het ligt comfortabel in de hand. Het heeft zo'n vierkant... achtig iets met allemaal van die ribbeltjes. Daarin allemaal tekens. Voor de rest gaat het hier allemaal van die soort van ogen zitten erin. En gaat het een soort van lijntje doorheen. Het is een lange wand. Niet zo lang als die van de Perkamentus. De Elder wand niet. Maar het is wel een hele chille wand. Ik zal hem hier even een beetje voor. Het is echt een hele fijne wand, vind ik. Goed, en de laatste wand is Professor Slughorn's wand. Deze wand is heel erg licht, klein, en het heeft een hele dunne. Ik dacht eigenlijk dat ik deze heel snel zou breken, dacht ik. Dat dacht ik echt. Ik dacht dat ik deze echt het snelste zou breken van alle wands. Het is ook zeker niet mijn favoriet, omdat ik gewoon bang ben om het te breken. Ik ben niet echt fan van wands die heel erg snel breken. Ook al ben ik dan wel fan van deze, maar ja. Ik vind hem voor de rest wel gaaf. Hij is heel erg gaaf, ziet het eruit en zo. Maar het is gewoon...
Ja, ik vind het chill dat hij licht is, maar ik vind het niet fijn dat hij heel snel breekbaar is. Dat vind ik echt niet fijn. Dus ja. Als ik eerlijk moet zijn, ik hoopte eigenlijk dat er iets van een scène zou zijn tussen Voldemort en Slughorn. Aangezien zij een grote relatie hadden in een vroegere tijd toen Voldemort nog Martin Vilein was. En dat zagen we in de Halfbloedprins en zo, dat ze een connectie hadden een beetje samen. Ik hoopte eigenlijk dat in de Deathly Hallows part 1 of part 2 zou komen. Dat Slughorn en Voldemort elkaar weer zagen. Dat wou ik eigenlijk al een keer zien. Ja, en ik hoopte eigenlijk dat er iets van een gevecht zou komen tussen Voldemort en Slughorn. Dat hoopte ik eigenlijk, maar ja, dat is niet gebeurd. Helaas niet. En dan hoopte ik eigenlijk dat Slughorn doodging door Voldemort. Ik vind Slughorn op zich geen stomme leraar of zo, maar ik zou hem niet hebben gemist als hij dood was gegaan. Maar ja, dat zijn eigenlijk alle wants. En natuurlijk nu moet ik mijn favorieten uitkiezen. Ja, dat is natuurlijk eventjes de vraag. Ik denk dat ik toch wel voor Sirius Black someone ga. Ik ben natuurlijk gewoon een fan van Sirius Black, maar dat is niet de reden. Het is gewoon echt een hele chille wand, vind ik. Ik vind het echt een hele fijne wand. Natuurlijk was deze wand van een zwadderaar, maar ja, toch maakt het niet heel veel uit, vind ik. Het is gewoon een chille wand. Echt een hele chille wand. Dus ja, Sirius Black is een wand, is mijn favoriete wand. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Sorry dat het zo lang duurde. Ik zal de volgende keer wel er wat minder lang over doen. Maar de volgende keer zal zijn wanneer ik 10 wands gewoon heb. Wanneer ik 20 wands heb, bedoel ik. En dan zullen jullie dat zien. En ik zie jullie gewoon in de volgende video. Laters.